Welkom allemaal bij het webinar van de opleiding Haarverzorging. Mijn naam is Nikki Korsten en ik ben docent bij de opleiding. En naast mij staat een student. Ik ben Robin Arts en ik ben student bij de opleiding. Wij gaan jullie vandaag iets vertellen over onze opleiding en over Summa College. En wij nemen jullie mee in ons verhaal. Ik ga jullie iets vertellen over het Summa College. Bij het Summa College vinden wij het namelijk heel erg belangrijk dat jij het beste uit jezelf haalt. En daar zijn wij als docenten natuurlijk voor, om jou daarbij te gaan helpen. En de opleiding Haarverzorging is maar een klein onderdeeltje natuurlijk van het hele grote Summa College. Binnen het Summa College hebben we verschillende proposities. En onze propositie heet Beauty and Lifestyle. Binnen die propositie geven wij dus onze opleiding vorm op Sterrenlaan 4. En jullie gaan dadelijk ook nog het gebouw zien waar wij les in gaan geven. Nu ga ik je meenemen in het kleine deel Haarverzorging van het Summa. Hier is het gebouw waar wij les in hebben. Op de 7e verdieping hebben wij alle theorielessen en op de 1e verdieping alle praktijklessen. En op de 4e verdieping hebben we een kantine. Dan hoor ik je denken, naar de 7e verdieping met al die trappen. We hebben een mooie lift, maar je mag ook gewoon met de trap, hoor. Ik vind het superleuk om samen met de mensen te werken, maar ook om creatief bezig te zijn en alles te weten van de laatste afgelopen trends, omtrent de kapsels. Daarnaast vind ik het natuurlijk superleuk dat ik mezelf kan blijven ontwikkelen en mensen met een gelukkig gevoel de deur uit kan sturen. Vind jij dit nou ook superleuk om te doen? Dan is deze opleiding misschien wel iets voor jou. Verder is het in het kappersvak erg belangrijk dat je gaat kiezen tussen het dames- en het herenvak. Allebei een apart specialisme waarin je gaat focussen op iets anders. Waarbij je bij het herenvak misschien gaat focussen op het scheren van een baard. En je bij een dame de focus gaat leggen op het feunen van bijvoorbeeld lang haar. Daarnaast is het belangrijk om te beseffen dat het een staand beroep is waarin je lange dagen maakt. Deze lange dagen vinden zich ook plaats op het moment dat andere mensen vrij zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een kerstperiode, waarin iedereen met een mooi kapsel aan het kerstdiner wil zitten. Maar jij degene bent die kapsels natuurlijk moet verzorgen. Jij werkt dus als anderen vrij zijn en dat moet je goed beseffen. Daarnaast is het kappersvak meer dan alleen maar praktijk. Je gaat natuurlijk ook een heel stuk theoretische kennis meenemen in het vak wat je gaat beoefenen. En daar gaan wij je in helpen. Ik doe momenteel de opleiding Haarstylist niveau 3 dame, bol. Ik heb voor bol gekozen omdat ik dan mijn school kan combineren met mijn stage. En dus ook nog mijn sociale contacten op school kan opdoen. Daarom heb ik voor bol gekozen. Bol staat voor beroepsopleidende leerweg. Het is een leerweg die je volgt als je 4 dagen in de week naar school gaat en 1 dag stage loopt bij een erkend leerbedrijf. De andere leerweg die je kunt volgen is BBL, beroepsbegeleidende leerweg. Hierin ga je niet op zoek naar een stageplek, maar naar een werkplek waar je minimaal 24 uur per week werkt om werkervaring op te doen. Daarnaast ga je 1 dag in de week naar school. Zoals je hier ziet, bieden we verschillende opleidingen aan op verschillende niveaus, zowel in bol als in BBL variant, zodat jij kan kiezen wat het beste bij jou past. Alle studenten bij ons beginnen met hetzelfde basisjaar. En in dat basisjaar leren je basistechnieken aan die je nodig hebt om een goede kapper te kunnen worden. Denk hierbij aan klanten ontvangen, het wassen van het haar, een kleur opzetten, maar ook een aantal theoretische vakken. Na dat basisjaar ga je een keuze maken tussen het dames- of het herenvak. En ga je ook kijken welke keuzevakken je misschien wel wil gaan volgen. In het basisjaar leert dus iedereen dezelfde basis om een goed fundament te leggen voor het kappersvak. Als je wilt weten welke vooropleiding je moet hebben afgerond om bij ons te kunnen starten, raad ik je aan om op de website te kijken. Klik daar op de juiste opleiding die je wilt gaan volgen en kijk welke vooropleiding voor jou nodig is. Natuurlijk gaan we altijd het persoonlijke gesprek met je aan om te kijken welk maatwerk wij jou kunnen bieden en op welke opleiding jij het beste kunt instromen. Dit zijn de mogelijke vakkenpakketten die we hebben. Al je praktijklessen kun je zelf indelen en bepaal je dus wanneer je zelf naar school gaat. Dit gebeurt per periode. Behalve de keuzedelen, je kan wel zelf bepalen welke keuzedelen je kiest, alleen zijn die wel vastgezet in het rooster. Verder volg ik het keuzedeel Barber op dit moment en vind ik het superleuk dat je het mannenvak en het vrouwenvak bij elkaar kunt combineren. Zo leer ik toch ook nog iets van een mannenvak. Lijkt jou dit nou een superleuke opleiding? En ben je nieuwsgierig geworden naar wat wij jou kunnen bieden in het kappersvak?
Ga dan een dagje meelopen tijdens een meeloopdag of kom een kijkje nemen op onze open dag. Check de website voor meer informatie. En bedankt voor het kijken. En tot snel. Doei!